Dag, mijn lieve soul Searchers. mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de nieuwe maan in weegschaal aankomende 14 oktober 2023. Dit is een zonsverduistering, dus een extra powerful, sterke nieuwe maan, waarbij de zon en de maan dus gelijk staan in weegschaal en die vormt eigenlijk een soort van uh, ring van vuur omdat de maan voor de zon staat en de zon uh, groter is. Als groter gezien wordt. De maan is precies een micromaan. Het is geen supermaan, maar een micromaan. Lijkt heel klein. Waardoor de zon uh, de maan belicht en er een soort van vuurring zichtbaar gaat zijn. Helaas niet bij ons, wel in de Verenigde Staten uh, en in Zuid-Amerika zijn er een aantal plekken waar je dat kunt bezichtigen. Maar voor ons gaat dat waarschijnlijk niet zichtbaar zijn. Um, dus wat gebeurt er eigenlijk? De zon belicht de schaduw. Onze schaduwkant. De maan spreekt over het onbewuste, het onderbewuste, de schaduw, de donkere kanten van onze ziel. Die worden nu in de schijnwerpers gezet, die worden nu belicht. We kunnen niet meer verstoppen hier. Dit is, de schaduw moet naar buiten komen, de waarheid moet naar buiten komen. Um, en dat is in weegschaal. De zon en de maan staan samen in weegschaal. En weegschaal staat voor relaties, connecties. Dus wat wordt hier belicht? Um, onze schaduwkant binnen connecties de schaduw van een connectie, um, hoe wij erin staan, de, de relatie ook wel met jezelf. Um, weegschaal staat voor de rest ook voor balans. Dus wat is er niet in balans binnen connecties, binnen in jezelf? Um, een evenwichtige beslissing nemen. Dus alles wordt op de balans gegooid om een beslissing te nemen, wat in akkoord is tussen het hoofd en het hart. Um, de waarheid, daar staat uh, en gerechtigheid, daar staat uh, weegschaal zeker ook voor. Dus een krachtige belichting van connecties en uh, balanszoekende. Eerlijkheid naar onszelf en naar anderen toe. Daarnaast hebben we Venus in Maart. Dat Venus regeert, of weegschaal. Venus regeert, weegschaal. weegschaal ja. Dus uh, Venus is hier wel sterk en ze staat in Maart. Dus heeft, zij wil analyseren. Wat past er wel? Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Wat is er toxisch? Um, dan kunnen er ook realisaties komen van... Oh, maar het heeft eigenlijk altijd aan mij gelegen, <laughs> bijvoorbeeld. Het kan zijn dat er bepaalde waarheden boven tafel komen... die uh, voor jou... Mm, ja, dat je jezelf voor de gek hebt gehouden, bij wijze van. En dat, soms is dat een beetje... Uh, niet, ja, ik weet niet, ik vind het een beetje abstract. Jezelf voor de gek houden, jezelf eerlijk zijn aan jezelf toe. Ik zal een voorbeeldje geven. Um, ik heb, uh, we hebben allemaal trauma's en dingetjes uit het verleden, uit de kindertijd. En ik had op mijn dertigste zoiets van, ja, ik wil er nu echt vanaf zijn. Ik ben een beu, ik sleep het mee, ik, ben, ik wil dat niet meer. Dus ik ben er echt een jaar voor gaan zitten en uh, er hard aan gewerkt... om dat allemaal dat te rouwen en los te kunnen laten. En voor mij was dat... Afgevinkt. Dat is geheeld. Die, die stukken van mezelf waar ik me bewust van ben, heb ik geheeld. En toch had ik iedere keer, en sommige mensen zeiden dat ook tegen mij, zeker energetische healers en zo, er zit hier precies nog een brok verdriet. Wat is dat? Ik zeg dat ik het niet weet. Ik weet niet wat dat is, want dat heb ik al geheeld. Ja, nou, deze week, en we zitten al in weegschaal energie, dus op zich is het niet raar. En ik, ik loop meestal een beetje voor op die nieuwe maan en de volle maan. Maar uh, deze week is mij dus duidelijk geworden welk stuk. Nog niet helemaal geheeld is. Ik heb al best wel wat van de, van de ui gepeld, maar die kernwond zit daar nog. Dus ik ben daar keihard mee. Dat was een Aha momentje, uh, moment zelf, want het is, ik wist dat dat verdriet was, maar ik weet niet waar het lag. Dus dan is het moeilijk om daar iets mee te doen. Nu weet ik waar het ligt, dus nu kan ik het aanpakken. Dus heel blij mee. Uh, dus waar kun je jezelf inderdaad, um, waar lig je jezelf voor of waar heb je, hou je jezelf een beetje voor de gek? Kunnen absoluut van die epifanie's zijn, van die aha momenten van maar het lag aan mij. Um, Oké. Okay. Uh, Mercurius is in weekschaal ook. Dus Mercurius gaat over communicatie. Dus hier hebben we echt wel de behoefte om onze waarheid uit te spreken. Om te praten, te communiceren. Uh, echt zeggen wat je denkt en wat je vindt. En dan hebben we Mars in Scorpioen. En Mars in Scorpioen die gaat over lijken. Die weet wat hij wilt. Die is sterk en gedreven. Die ja, Scorpioen staat voor de dood, het einde, nieuwe beginnen. Dus die, wilt, die weet wat hij wilt. En wat ik zeg, ook al moet dat pijn doen, ook al doet de waarheid pijn, ook al, um, ja, wat doet die pijn? Kwets je andere mensen? Zo moet het gaan. Ik ga, ik ga rechts op zijn doel af. Dus best wel een, mm, een scherp kantje vind ik aan deze, aan deze nieuwe maand door, Scorpioen in, uh, in, nee, door Mars in schorpioen. Er is iets dat wij moeten loslaten uh, om vooruit te kunnen gaan. En deze Mars, die gaat over lijken. Um, om te weten waar het misschien bij jou, wat het belicht bij jou deze volle maan, nieuwe maan. Ik, ja, kom maar wel. In 2004 en 2005 hebben we dezelfde constellatie ongeveer gehad. Dus wat is er toen voor jou drastisch nieuw begin of einde geweest? Uh, waarbij je. Uh, uh, dat nu misschien ook weer terug op een bepaalde manier zou kunnen ervaren. Dan ben ik heel benieuwd en een beetje angstig. Uh, want in 2005 ben ik mijn vader uh, verloren in oktober, nou, in december. Maar dit is, deze energie is zes maanden voelbaar. Het is al voelbaar. En het, deze nieuwe maand heeft zes maanden effect. Dus het is niet zo dat de veertiende van alles gaat gebeuren. Uh, het is zo dat we nu de dingen op een balans gooien en dat we daarna inderdaad bepaalde stappen gaan zetten. Um, dus zes maanden lang. Uh, dus ja, mijn vader is toen overleden. Uh, en nu deze nieuwe maand staat in het derde huis. Dat spreekt over broers en zussen. Dan nou heb ik een zusje. Dus ik hoop dat daar niks gaat overkomen. Uh, maar daar gaan we niet van uit. Dat is een beetje best worst case scenario. Best case scenario, het derde huis staat ook voor korte reizen. Dus voor hetzelfde geld pak ik uh, een weekendje, ga ik weg en ik kom niet meer terug, want ik zetel me daar of zo. Dus dat vind ik dan een leukere. Misschien moet ik een weekendje boeken nergens. Dus kijk wat voor jou in 2004 en 2005 uh, dra drastisch eindes en nieuwe beginnen. Want dat was toen ook een eclipse in weegschaal. Uh, dus wat zijn vragen die je op dit moment kunt stellen uh, bij deze nieuwe maan? Is, wat ben jij waard? Wat is jouw tijd waard? Wat wil jij? Wat is het. Um, wat is de essentie voor jou, wat, wat jou in balans brengt en houdt? Wat is er uit balans? Wat haalt jou uit balans? Of wie haalt jou uit balans? Uh, en hoe kun je, ja, wat is er toxisch? Want in, met Venus in Maagd is echt wel inderdaad analyseren wat ongezond is en wat toxisch is. Uh, en dat kunnen dingen binnenin jezelf zijn. Toxische ja, verslavingen, maar ook wel patronen of beperkende gedachten die je eigenlijk jouw groei uh, beperken. Het is, het is alsof we nu hier een soort van nieuwe belofte maken aan onszelf. Dankzij de revelatie, dankzij dat aha-moment van: maar eigenlijk ligt het aan mij. Of eigenlijk doe ik dit al mijn hele leven verkeerd. Of um, waardoor je een belofte maakt aan jezelf van: dit doen we nooit niet meer zo. Dit gaan we niet meer doen. Dit, dit past niet meer bij mij. Dit is niet wie ik ben. Uh, dus welke belofte wil jij jezelf maken voor jouw toekomstige zelf? Goed um, dat jullie dat niet horen. Dat is mijn buurman Die heeft een hele grote scooter voor de deur geparkeerd. <laughs> um, dus ja, we zijn een beetje een soort van leveling up aan het doen naar um, de betere versie van onszelf. Hè. We blijven groeien en we gaan niet meer terug. Er is geen terugkeer mogelijk hier. Dit is vooruit en mm, we kunnen ook niet meer verstoppen van de schaduwkanten binnen onszelf of binnen connecties. Dus ja, ik denk dat ik het de naakte waarheid ga noemen, want uh, maar ga je, we gaan even zien wat de kaarten erover zeggen en dan uh, kies ik wel een, een titel. Um, dus we gaan zien wat het daar al hierover te vertellen heeft. Ik heb uh, even een paar mededelingen vooraf. Um, ik wil naar de 15.000, uiteraard. Een beetje groeien af en toe mag wel. Uh, dankjewel aan alle mensen die geabonneerd zijn. Dankjewel voor afgelopen zondag. Ik vond het fantastisch, die live. Uh, ook al ging de technische begin even mis. Ik wil dus een nieuwe live gaan doen de, bij de 15.000. Dus um, abonneer je. Uh, zodat... Uh, zodat het groeit. <laughs> uh, abonneren is geen abonnement. Je zit nergens aan vast. Het is gewoon, je geeft aan dat je mij volgt. En daardoor connecteer je ook met mijn energie. Dus dan is de kans groter dat je uh, in deze reading... Um ja, meegenomen wordt dat jouw energie meer re resoneert en meegenomen wordt. Dus uh, op naar de 15.000. Ik denk dat ik ook wel een, een giveaway ga doen van een gratis reading. Of uh, weet ik veel, een jaar lang uh, al die extended. De, de uitbreidingen van YouTube. Ik weet het niet. We zullen het zien. Het is nog niet zo ver. Uh, ik ben namelijk ook een paar honderd uh, abonnees kwijtgeraakt onderweg. En dat is uh, YouTube, die af en toe zo'n opruimactie doet. Dus om te zien dat dat geen robots zijn die uh, mijn uh, zogezegde abonnees zijn. Maar dat het wel degelijk mensen zijn die mij volgen. Dus check even als jij geabonneerd denkt te zijn of was. Kijk even of dat nog steeds het geval is. Uh, want er zijn er een aantal weggevallen ondertussen. Dus ja, like, deel, abonneer. Klik op het belletje, blijf je op de hoogte. Wanneer ik nieuwe video's post. Voor oktober heb ik nu nog een paar um, plekken vrij. Want via mijn website kun je boeken, maar. Vanaf november. Uh, de website heeft besloten dat ik oktober nog vrij krijg, of zo, ik weet het niet. Dus wens je in oktober nog een reading, kun je me best een mailtje sturen. Uh, alle informatie vind je in de beschrijving van deze video. We gaan het zien. De cursus: uh, introductie in het tarot is ook beschikbaar. En de kinderziektes zijn eruit. Dus uh, ben je geïnteresseerd in het tarot, wil je leren. Uh, hoe daarmee te werken, wat de betekenis is van de kaarten, ook de informatie hiervan vind je op mijn website www.soulsearch.be. Zo, tot zover de commerciële acties um, voor de nieuwe maan. Eclipse in weenschaal 14 oktober 2023. Wat mag ik weten voor het collectief? Wat is de belangrijkste energie voor deze nieuwe maan? Verandering van windrichting. Mm -hmm. Jouw neus kijkt de andere kant op hier. Bij deze zeg ik meestal dat het twee dingen kan betekenen. Bij deze krijg ik nu echt wel één betekenis. Jij kijkt de andere kant op. Soulmate connecties. Tussen twee werelden. Die blijft komen. Het is ongelooflijk. Die heb ik echt werkelijk volgens mij voor iedere maanreding. En in hier en nu. Oké. Okay. Um, ik heb hier inderdaad connecties. Soulmate connecties. Zielsverwanten. Dus kijken we nu de andere kant op. Richting een nieuwe soulmate connectie. Dat kan. Um, wat ik zeg bij die verandering van windrichting kan het betekenen dat je de hele tijd tegenslag, ver, uh, vertragingen, dat alles moeizaam ging, dat je wind tegen had. En dat nu de wind verandert naar nou, oké, okay, nu kunnen we vooruit. Nu kunnen we erover praten. Nu kunnen we beslissingen nemen. Nu kunnen we het vloeit meer. Dus dat hoop ik zeker. Ik heb wel het gevoel dat zo de, de goddelijke timing nu begint te komen en het tijd begint te keren. Uh, dus. Maar wat ik zeg, dat kan ook jij zijn die een nieuwe richting inslaat, die een nieuwe richting opkijkt. We hebben hier een sommetconnectie, sommetconnecties. Oké, okay, we zullen zien. In het hier en nu. Oké, okay. er is hier een nieuw ei, een nieuw begin. Up. Ik tril als ik het zo vasthoud. Dat is, ik heb carpal tunnel gehad en geopereerd geweest, dat heb ik nooit moeten doen. Maar daardoor tril ik als ik dit doe. Dus niks, nee, sta niet stijf van de koffie. Um, in het hier en nu. Dus we zitten hier te broeden op een ei. En het is niet door te veel te kijken naar het verleden. En ook niet te ver naar de, vo naar de toekomst te kijken. Maar in het hier en nu gaan de deuren open. Dus blijf in het hier en nu. Probeer je niet te ver te projecteren naar de toekomst. In het hier en nu komen oplossingen, komen mm, aha-momenten. Oké, okay. in het hier en nu. En gaan de deuren open. En tussen twee werelden. Jawel, we blijven die hebben. Met één voet in het oude, één voet richting het nieuwe. We gaan al de juiste kant op. We krijgen onze kleuren terug. Maar er is nog hier iets dat afgerond moet worden. We zijn nog. We hangen ergens een beetje tussenin. Uh, waar we onze kleuren een beetje kwijt zijn geraakt. Waar het een beetje boelig is geweest. We zetten de stap richting het, de goede richting. Maar. Uh, wij zitten nog met één voet in het oude. Voor het collectief voor deze nieuwe maan in <laughs> gaan, Wat mag ik weten? Wat zijn de belangrijkste energie voor deze nieuwe maan? Wat is de energie voor het collectief rond de 14e. Het kan zijn dat je er nu al in zit. Het kan zijn dat het wel nog moet komen. Dank u. De vier van staven. Goedemorgen. Happy, happy, joy, joy. Uh, de vier van staven staat voor stabiliteit, nieuwe stabiliteit. Dat kan de volgende fase binnen een relatie zijn. Iets te vieren zijn. Dus we hebben hier iets te vieren. Oké, okay, leuk. We willen vooruit. Dit zijn vier pilaren waar je op kunt bouwen. Waar je iets stabiels kunt bouwen naar de toekomst. Oké. Okay. Wat is de uitdaging dan met deze mooie stabiliteit? Of nieuwe stabiliteit? De aas van kelken, de drie van kelken en de acht van zwaarden. Ja, dit gaat hier wel degelijk over connecties, liefde, uh, familiale connecties, uh, vriendschappelijke connecties. Ik heb met de aas van kelken ondersteboven een emotionele verwarring. Er kan um, iemand nieuw zijn binnengekomen, maar we, we weten niet of we hier ons hart volledig open moeten voor gaan stellen. Met de drie van kelken heb ik connectie, of connecties, die heel veel energie kosten. De drie van kelken komt hier ondersteboven, dus dat is inderdaad of dan wel ongelukkig in de, in de liefde, of dan wel... Mm -hmm. um, Connecties die heel veel energie kosten. Ik, ik zie dat momenteel heel veel. Eh, als we in een, een getrouwd of een langere termijn connectie zitten, al jaren en het gaat gewoon zijn gangetje, maar de liefde vloeit eigenlijk niet meer, maar we blijven toch lekker samen. Want hè, we zijn niet meer gelukkig, maar hè, we zitten vast. Uh, komt er nieuwe liefde binnen op een dienblad waardoor je wereld op zijn kop wordt gegooid? Waardoor we inderdaad dat aha-moment hebben van. Ik ben eigenlijk echt ongelukkig. Ik heb mezelf voorgelogen. Ik heb de schijn voorgehouden. Ik, dit is helemaal niet mijn soulmate. Dit is mijn soulmate. Dus dat kan. Dat zie ik hier absoluut ook wel. En met de acht van zwaarden. Als er nieuwe liefde binnen is gekomen en we zijn ongelukkig in de situatie. Um, dan we heel, schieten we hier in het hoofd. Maar ik kan geen kant op. Ik, ik, ik kan het niet maken. Ik kan dit niet doen. Ik kan geen kant. Ik zit vast. Hier denken we in beperkende gedachten. Um, Bijvoorbeeld, als dit gaat over het professionele, het vloeit niet helemaal met de aas van kelken. Het hart zit er wel, maar het kost veel energie. Veel te veel energie. En we hebben het gevoel vast te zitten. Oké. Okay. En het advies: wat is het advies? <totstukken> Moving on. En de negen van pentakels. De acht van kelken is inderdaad iets achterlaten... dat ooit emotioneel voldoeninggevend was. Tevreden, maar nu niet meer. Tijd om iets achter te laten, emotioneel, dan wel fysiek. En met de negen van pentakels... ondanks je financiële of emotionele onzekerheid. Um, de negen van pentakels ondersteboven kan spreken... over een bepaald eenzaam gevoel. Dan kun je omringd zijn door mensen en toch het gevoel hebben... dat je alleen voor staat dat je niet begrepen bent... dat je niet gehoord wordt. Um, als dat het gevoel is... Ge ja. Binnen een connectie, er alleen voor staat, heb ik hier uh, emotioneel achterlaten, loslaten en verder gaan. Het is tijd om je horizon te verbreden, hier. Helder. Uh, wat is dan de uitkomst? En wat ik zeg, dit kan op heel veel mogelijke manieren. Hè? Dit kan vriendschappen betekenen, dit kan familiebanden zijn, die we hier, omdat het de liefde niet vloeit, omdat het te veel energie kost. Uh, en ook al denken we, maar dat kunnen we niet maken, want de kinderen en bla uh, bla. Hier is het toch wel: je emotioneel op zijn minst uh, afschermen. Emotioneel loslaten, dat het je niet meer emotioneel uh, ondersteboven haalt. Hier. Dus, en wat is dan de uitkomst als we verder gaan? En iets achterlaten of loslaten emotioneel. De ster laat dan energie en de zesde, uh, derde oogchakra. De zesde chakra. Uh, heel veel spiritualiteit, innerlijke weten, intuïtie. Hier vertrouwen we erop dat alles een reden heeft dat de dingen uh, zo moeten hebben plaatsgevonden. Dat was geen fatsoenlijke zin, maar je snapt mij. En de ster, hier ondersteboven. Ik heb hier een uitzichtloze situatie, iets dat niet meer in de sterren geschreven staat. En we weten het, we beseffen het. Uh, dat kan soms spreken over een depressie. Of geen hoop niet meer hebben naar de toekomst. Een beetje een hopeloos gevoel hier. Um, dus er is een situatie dat eigenlijk ja, niet meer in de sterren geschreven staat. En we beseffen dat hier. En dat laten we los. Effectief, onderop heb ik de aas van pentakels. Een nieuw begin. Uh, Tastbaar en concreet. Dus hier worden de banden versterkt. Mm, dankzij een nieuw begin. Voor de singles kan dit absoluut nieuwe liefde zijn dat binnenkomt. En dit is een cadeautje van het universum, maar ik heb hier iemand met een bang hartje. Misschien omdat er iemand toch nog een beetje vastzit in een ongelukkige situatie. Dat kan. En voor de koppels uh, gaan we hier naar de volgende fase. En dat kan iets tastbaar en concreet zijn. Hè? Dat kan het huwelijk zijn of een huis of iets. We gaan iets doen. Dit is tastbaar en concreet. Uh, maar zijn er vriendschappen, familiebanden die, uh, uh, ja, die veel energie kosten? Dat kan. En professioneel, ik heb hier een stabiliteit. Maar dat kost veel energie. We willen iets nieuws. Of we hebben hier iets nieuws. Ook hier. Ondanks een bepaalde financiële onzekerheid, is het wel tijd om, uh, om je geluk. Na te jagen, om je levensmissie te volgen, wellicht, of in ieder geval op zoek te gaan naar je geluk. Want wat je niet ziet aankomen, is een cadeautje van het universum, een nieuwe job, een nieuw, uh, iets nieuws, tastbaar en concreet. Oké, okay, we gaan nog een beetje verder gaan. Ik vind het op zich al duidelijk. Maar goed, verklaar. De energie, de vier van het staven voor deze nieuwe maan in weegschaal. Maar ik weten over de vier van de staven? Iets te vieren. De volgende fase binnen een relatie. O oh, ja, de tien van zwaarden, de vijf van zwaarden. Deze nieuwe fase creëert heel veel strijd. Met de tien van zwaarden, dat creëert ook wel een einde. Dus dit kan het einde zijn van een stabiliteit. Van een langere termijn connectie. Van een stabiliteit. Ja. En toch, er is een conflict. Ik heb hier een strijd. Ik heb hier inderdaad die Skorpioen in Mars. Marcin Schopje, goedemorgen. goeiemorgen. Uh, die ten koste van alles wilt winnen, gelijk wilt hebben. Sowieso. Ja, dat, uh, dat voelt niet goed. Met het team van Zwaarder, dat is het einde daarvan. Dus dit kan het einde zijn van een stabiliteit, een langere termijn connectie, een conflict. We zijn hier onze horizon aan het verbreden. We kijken hier de andere kant op. Je bent andere dingen manifesteren hier. En tegelijkertijd met de twee van zwaarden. We besluiten nog niet. We, we zitten hier in een bepaalde besluiteloosheid. We zien het even niet. We voelen het niet. Het tijd gaat keren. En dan heb ik een pril nieuw begin. Avontuurlijk leuk. Maar daarvoor moet er inderdaad een contract verbroken worden. Of een uh, huwelijk afgerond worden. een scheiding besproken worden. Um... Mm -hmm. En dit emotioneel achterlaten. Dus ja, ik heb hier een strijd. Dat kan een strijd tussen mensen zijn en zeker met die energie allemaal in weegschaal. De connecties worden wel inderdaad mm, onder de loep genomen. Uh, dit kan ook een interne strijd zijn hè, van ja, maar ik wil wel, maar ik kan niet. En uh, ik weet niet welke kant ik op moet gaan. Uh, de vijf van zwaarden kan soms spreken over zelfsabotage. Als dat zo is, heb ik het einde daarvan. Zodat je open kunt staan voor een nieuwe stabiliteit. Je bent het in ieder geval aan het manifesteren, maar op de een of andere manier heb ik hier iemand die emotioneel afgesloten is of niet kan kiezen. Dus is dit in de liefde. Uh, ik heb hier iemand die eerst nog iets moet afronden in een strijd zit en zich daardoor een klein beetje voorafsluit. Nog een keuze moet maken. In de uitdaging, verklaarde uitdaging. We hebben het gevoel vast te zitten. Dat kost hier heel veel energie. We hebben geen tijd meer voor leuke dingen. We liggen ervan maar wakker aan mij. En met de maan, dat creëert heel veel emoties die boven water komen. De maan wordt hier belicht, de schaduwkant wordt belicht, de angsten worden belicht. We zijn die reëel. En de keizer. dat kan een baas zijn, een vaderfiguur, een autoriteit, een structuur, een vader. Deze staat hier wel recht overeind. Dus ik heb hier wel een stabiel en sterk persoon of bedrijf. Dus ja, voor sommigen hebben we hier professioneel is het gewoon: het is een goed bedrijf, het is stabiel. Maar het hart vloeit niet helemaal of het kost te veel energie en we hebben het gevoel vast te zitten. Het creëert heel veel angst hier. We liggen daarvan wakker. Ja, is dit nieuwe liefde dat binnen is gekomen, heb ik hier iemand die ook hier enorm van wakker ligt. Omdat er heel angsten boven water komen. Allee, nee. Eh, ik vertelde toch daar straks van, ik heb mezelf voor de gek gehouden. Ik dacht dat ik dat van mijn moeder had opgelost. Mijn vader sowieso. Maar van mijn moeder dacht ik ook. En hier zou ik eerder daddy issues inzien van die boven water komen. Dus je komt hier een keizer tegen, man of vrouw. Uh, hier heb ik dan de man, die eigenlijk al jouw oude wonden van de kindertijd met de vaderfiguur uh, boven water kunnen brengen. Dat kan. Weet dat dat heel goed is, want dat zorgt er dus voor dat je ook hier dat belicht wordt, waardoor je het kunt helen. ik zei dus, oh nee, want ik dacht, ik moet nu mijn moeder aan, uh, onder de loep nemen of die relatie. Maar nou, misschien toch de vader. <laughs> Oké, okay, we zullen het zien. Dus ja, heel veel angsten die boven water komen, w wakker liggen, slapeloze nachten, omdat er nieuwe liefde binnen is gekomen en we kunnen niet kiezen. Uh, dat kan, of dan wel. Je hebt hier inderdaad een, een bang hartje binnen een nieuw begin. Oké. Okay. en het advies, moving on, ja, het is heel helder. Iets achterlaten, emotioneel dan al fysiek. Ondanks de onzekerheid, rouwen. Vijf van kelken, ja, dit creëert verdriet. Maar er is hier dat cadeautje van het universum. Een nieuw begin, tastbaar en concreet. Ieder nieuw begin betekent ook een einde. En deze is inderdaad omdat er, wat is het, de zuiderknoop meegaat. Die staat naast de zon en de maan in Weegschaal. En die spreekt over het verleden en het verleden loslaten. Voor een nieuw begin moeten we iets loslaten. En dat, dat doet een beetje pijn. Dat creëert wat verdriet. En het kan voor iets heel, heel moois zijn. Hè? We vertrekken, we verhuizen naar het buitenland. Oké, okay, niet iedereen is het ermee eens. Want ja, maar ja, dat doet pijn. Ja, we gaan het toch doen. De grote. Jee, en hier de drie van Kelken. Die was net in het advies onder, uh, in de uitdaging ondersteboven. Te veel energie, geen tijd meer voor leuke dingen, zwaar en of ongelukkig in de liefde. Dit is samenkomen, dit is daten, dit is uh, Soul Tribe-energie, de juiste mensen uh, ontmoeten, iets te vieren hebben, een hereniging. En met de toren, we maken de onderste boven. Drastische veranderingen. Dit is ook weer die mars in Scorpio. Ja, dit gaat pijn doen. Ja, dit creëert verdriet. Ja, niet iedereen gaat het ermee eens zijn. Maar wij willen hier het nieuwe. Het tijd is aan het keren. We zijn er klaar voor. We zijn klaar voor een nieuw begin. En daardoor ook uitzichtloze situaties loslaten. We staan hier heel sterk open en klaar voor een nieuwe avonturen. En daarvoor moeten we keihard beslissen om... Het verleden achter te laten, uh, de kindertijd, um, herinneringen uit de kindertijd, de plek waar je bent opgegroeid, achter te laten op goddelijke timing. Maar hier nemen we wel al inderdaad de evenwichtige beslissing, de rationele beslissing van dit de is wat we willen. Oké, okay. drastische veranderingen, cadeautje van het universum, iets te vieren hebben. Uh... En op de ene of andere manier brengt dit ook wel emotioneel een bepaald rauw verdriet met zich mee. Om, uh, om dit nieuwe begin te omarmen, omdat we iets moeten loslaten. En dan verklaar dan de uitkomst. Want die vond ik nog net een beetje... Had ik leuker gevonden dat de ster echt overeind kwam. Want dan is het iets dat in de sterren geschreven staat. En een droom die uitkomt. Hoop naar de toekomst. Maar hier is het, het tegenovergestelde, maar dan beseffen we dat dat zo heeft moeten zijn, met de dood. The End, Scorpio en energie, en daar zitten we in um, ja, de volle maan, 28 oktober. In stier is de, ook de eclips, de maansverduistering, en dat is drastische eindes. Dus. Hier krijgen we nieuwe beginnen op ons pad of uh, nemen we zelf beslissingen uh, om dingen te beëindigen. Dit is die end. En ook dat, het is niet 28 oktober dat alle scheidingen worden uitgesproken en uh, alle verhuizingen worden plaatsvinden. Het is de, de komende zes maanden. Maar, uh, en die energie ja, is, is al aanwezig, is al voelbaar. Maar eerst moeten we eerlijk zijn naar onszelf en naar anderen toe. En ja, de eerlijkheid kan pijn doen. De eerlijkheid, de waarheid kan pijn doen. Een nieuw avontuur. Een nieuwe reis, iets spannends, iets creatiefs, iets ondernemends, iets... Hier, we, hier staan we te popelen. En dit is buiten de comfortzone, maar er, eerst moet iets beëindigd worden voor dit nieuwe begin. Met de Magier en de Koningin van Pentakels. Voor sommigen hebben we hier te maken met uh, manipulerende mensen. Mensen die hun magische krachten negatief gebruiken. De zwarte magie. Uh, met de magie, ja, wat manipulerende mensen, waar we, of de magier ondersteboven kan ook voor, dat is, ja, is dat zijn manier of geen manier? Ja, daar heb ik wel het einde van. En de koningin van Pentakels kan zijn dat het iemand is, of een instantie, een instelling, een bedrijf, een, uh, een situatie waar we ons afhankelijk van opstellen, financieel. Dat kan. We laten ons hier niet meer manipuleren, niet door onze eigen gedachten, en ook nu de anderen. Uh, hmm. En dat kan dan weer de moederenergie zijn. De schildklaaf van van staven is ook dat je innerlijk kind. Hmm. Oké, okay. dat hier uh, klaar is om uh, op nieuwe avonturen te gaan, maar dan moet dus inderdaad iets dat uitzichtloos is beëindigd worden. Yep. Wat ons ondersteboven heeft gehaald, wat ons onzeker heeft gemaakt. Ik uh, kan zelfs spreken over iets dat onrealistisch was. Of waar we ons afhankelijk van hebben opgesteld. Oké, okay, wat mag ik nog weten van het universum? Dat is nog een boodschap uh, voor het collectief, voor deze nieuwe maand. God, vandaag is uh, het Bad Hair Day. Het is wat het is. Oei. Ja, dat zijn dus bijna drie. Vier, oké. Okay. De prinses van Kelken. Een nieuwe relatie of een emotionele ervaring. Ja, er komen wel wat emoties en verdriet bij te kijken hier. Uitnodiging voor sociale gebeurtenissen. Mm -hmm. Ja, als je een, een, een huwelijk of een feest hebt, uh, zeker gaan. Een meelevende vriend waar je je zorgen mee kunt delen. Dit is een prilnieuw begin. Emotioneel. Dus inderdaad, nieuwe liefdesrelaties, uh, nieuwe soulmate-connecties, nieuwe vriendschappen. Uh, maar daarvoor moeten we misschien vriendschappen waar de energie niet vloeit loslaten. De twee van lente, een schitterende toekomst, gemanifesteerd door hard werken en creativiteit. Samenwerken met anderen die jouw dromen delen. Er wordt grote vooruitgang geboekt. Dit is een opportuniteit die je aangeboden wordt, een kans, een mogelijkheid. Die moet je wel grijpen. En dat kan zijn met vrienden, familie, Soul Tribe Energie. Oké. Okay. Uh, de Drie van Pentakels. Volg je passie. Mm -hmm. Zeker ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. Rationeel. Uh, nee, beloond. Hoe zie ik dat? Beloond worden voor je, voor je creatieve talenten. De Drie van Pentakels is partnerschappen aangaan, samenwerkingsverbanden aangaan, nieuwe vaardigheden aanleren. Of zelf een leermeester zijn voor anderen. Dus volg je passie en eenheid. De hoogpriester stier energie. Uh, onderneem de juiste stappen om de juiste redenen. Vergelijk oude benaderingen met nieuwe om in te zien wat het beste is voor jou. Oude benadering met nieuwe. Bekijk die angsten onder ogen, het verleden. Het is tijd om dat te helen. Uh, een spiritueel gericht gezelschap. Ja, eenheid de Hoogriester spreekt voor mij ook over hogere opleidingen, uh, over spiritualiteit, hoger bewustzijn of dan wel huwelijk, langere termijn connecties. Ik heb het gevoel al een hele tijd dat het universum de juiste mensen bij elkaar aan het duwen is, Willis snelles of het uh, past of niet, uh, voor langere termijn nieuwe verbinden, verbindenissen die aangegaan worden. Waardoor we nieuwe lessen kunnen leren en nog verder kunnen groeien. Want dat is de bedoeling van connecties, denk ik dan toch. Welke godin? Explosief. Vrijja. Stoutmoedigheid. Laat je avontuurlijke kant de vrije loop en neem risico en durf. Vrijja. Zij is heel moedig. En sexy. Stoutmoedig. Ja, trek je stoute schoenen aan. En doen wat juist is voor jou. Dat is ook weer die weegschaal-energie. Het juiste doen voor jou. Balans opmaken. Wellicht kwetsen we daar mensen mee of maakt het zelf iets van verdriet. Um, wat is nog een belangrijke timing? Voor de komende periode, ja. 28 oktober, sowieso. Eerste kwartier en vissen. vissen. Respecteer je gevoelens. Respecteer je gevoelens. Dankjewel. Die heb ik nog nooit getrokken. Zij zit aan de zee. Eerste kwartier in vissen. Uh, maart? Eind februari. En eerste kwartier in maart. Die hebben we net gehad. Dat was eind augustus. Beoordeel de situatie. Analyseer. Dit is deze Venus in maart. Beoordeel de situatie. Eerlijk en oprecht. Naar jezelf en naar anderen toe. Oké, okay, ik kan er nog eentje. Beoordeel de situatie en respecteer je gevoelens daarbij. Spreek je gevoelens uit, spreek je aan waarheid uit. Wat voelt goed, wat niet. Okay. En de laatste boodschap, spelen. Heb plezier, feest en wees niet zo serieus. Feest, het kan zijn dat je tijdens uh, ja, wat ik zeg, een feest, een ontmoeting met vrienden, uh, iets nieuws op je pad komt, waardoor er drastische veranderingen aangebracht worden. Feest, speel, heb plezier, uh, wees niet zo serieus. Door los te laten, uh, ja, door inderdaad te spelen en niet zo serieus te zijn, uh, komen de, on de, de epiphanische ontdekkingen, de, de revelaties vanzelf. Dus sta ervoor open. Het is een tijd van uh, ontwakeningen. Binnen onszelf, binnen connecties. En daarvoor moeten we wat loslaten. Om te gaan naar het geluk, nieuwe avonturen, nieuwe horizonnen, nieuwe spannende dingen. Dus ja. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me iets weten. Ik laat, uh, ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog steeds bent. Doe dat duimpje. Dat kost niks aan moeite. En dat doet veel voor het kanaal. En uh, kijk of je geabonneerd bent. Abonneer je. Uh, dat is gewoon mijn volgen. Niets meer en niks minder. Je zit nergens aan vast. Maar dat helpt mij enorm. Uh, ik dank je wel voor het kijken. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. En ik zeg tot snel.